Leuk dat je er bent. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik laat jullie eerst wat beelden zien van onze fietstocht. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Wij komen net terug van een lekkere fietstocht en we zijn gelijk even bij Jumbo geweest. En daar hebben we gekocht bladerdeeg en boterhamzakjes hadden we nog nodig. En toen hadden we ook nog daar kaas gekocht. En deze. En tenslotte is dit altijd wel lekker bij aardappeltjes of zo. Dat is Camembert mini stukje. En dan was het. We hebben het folderpakket binnengekregen. En nou, het leek me wel leuk om jullie in deze vlog dit pakket te laten zien. Kijken welke reclameblaadjes er allemaal in zitten. Nou, gaan we hem openmaken. En gaan we kijken wat er allemaal in zit. En pak het gewoon één voor één van stapeltje af. Allereerst hebben we hier de Albert Heijn. Dan kan je dus zien wat er allemaal in de bonus is vanaf deze datum. En als deze video online is, zijn we geloof ik net een weekje verder. Dus, maar dan kunnen jullie wel een beetje leuk kijken van wat er allemaal bij Albert Heijn zo te koop is en voor welke prijs ongeveer. Ik hoop dat jullie het, ja, je kunt het zo leuk zien. En, nou, ik ga gewoon een beetje er doorheen bladeren. Ik zit nog wel te kijken bij Albert Heijn waar ze dan die zakken hebben met een soort van verspil me niet, net als bij Lidl. Dus dat kan ik nog niet vinden. Volgens mij heb je dan een zak van met groente en fruit voor een euro. Een beetje groente en fruit zit daar dan in. Voor een euro is dat. Ja, dat heb ik nog niet kunnen vinden bij de Albert Heijn hier in de buurt. Dan ga ik nog eens even bekijken en anders zal ik het eens even vragen. Ik blader er gewoon een beetje doorheen. En als ik denk van ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Van dat vind ik lekker of juist niet. Dan zal ik dat zeggen. Dit is wel leuk. Kijk, hier heb je diepvries groenten. Deze niet, geloof ik. Weet ik niet helemaal zeker. Jawel, ja. Diepvries groenten. Dit is allemaal diepvries. Airfryer overfriet. Hier heb je allemaal fitnessapparaten. Handdoeken. Ik
Pringles. Deze hebben wij altijd van Lidl. Van Lidl eigen merk. Die is een stukje goedkoper ook. Maar het is wel leuk als je 1 plus 1 gratis hebt. Dan kan dat wel weer voordeliger zijn. Gember en sinaasappel. Volgens mij hebben we deze. Maar ik weet niet helemaal zeker. Nee, we hebben wel zoiets nu in de koelkast, maar ik weet niet helemaal zeker welke wij hebben. Nou, als ik het heb opgezocht, dan zal ik het hier even in het scherm plaatsen. Of in het donkere stukje, dat zien jullie dan het beste. Even kijken, hier nog iets. Nee, oh, dit is ook altijd leuk, deze week in de bonus. En deze dingetjes, daar hou ik ook al van. Spaghetti en macaroni en van alles. Hier krijgen we de etels. Ik ga er gewoon even lekker doorheen bladeren. En als jullie denken, ja, dat wil ik even zien, kun je hem even op pauze zetten. Of natuurlijk op de folder app, kun je ook altijd zoeken. Ik zag ineens die stapel folders liggen. Ik denk, ja, die ga ik even leuk zo in de video laten zien. Wat is dit nou? Ik wil het helemaal nog niet zien. Oh, tampons. Van dat merk heb ik nog nooit gehoord. Dat woord, dat ken ik wel, maar... Oké. Ja, oké. Hier heb je nog van die gummies. Dat is ook wel lekker. Dat is voor kinderen dan. Met vitamines. En nou, ik denk dat ze dat dan makkelijker eten dan wanneer het een pilletje is wat je misschien heel moet doorslikken. Of ja, pilletje, vitamintje. Hier hebben we nog gal en gal. Groot blad. Ik vind dat witte altijd wel lekker. Maar ik weet niet of ze dat hebben. Midat. Met van dat kokosspul. Ik raak elke keer die naam kwijt. Dus ik weet niet precies hoe het heet. Even kijken. Nee, ik zie het hier niet tussen staan. Maar zal ik ook wel even in het scherm zetten. Want dan kom ik vast wel weer op tijdens het bewerken. Of dan zoek ik het even op. Oké, nou dat was dit. Hier de gamma. Ik sla ook altijd wel blaadjes over hoor. Als ik denk van nou, hoeft niet echt. Niks nodig van de gamma. Dus die sla ik over. Nou, hier hebben we de action. Vind ik altijd leuk. Oh, trauma-helikopter hoor ik. Koffiebonen. Altijd leuk als je die hebt. Er zijn die dingen. Ja, deze heb ik een heleboel. Van die stiften. Twin markers. Kijk, dit zijn van die. En deze heb je nou ook. Ja, die zag ik ook al op de site staan. Op de app van Action. En dan heb je een twin schetsboek. Dat zal wel met extra dik papier zijn. Zodat het niet doordrukt. Maar het kan ook gewoon met gewoon schetsboek met wat dikke papier. Hier heb je de intratuin. Gratis plantenillustratie. Bij besteding van €15... Of download in de Intratuin app. Maak een account aan en ontvang de print gratis op vertoon van de voucher. Oké. Dan krijg je gratis een dingetje.
Kids Workshop vogelkijkdoos. Ik weet niet of dit echt alleen maar... Of dit in heel Nederland hetzelfde is hoor. Dat weet ik niet. Dit. Ondertussen zijn we lekker patatjes aan het maken. Met een frikandelletje heb ik. En ik weet niet precies wat Marco heeft. Volgens mij ook een kleine lumpiaatje. Zo'n kleintje, zeg maar. Zo'n ronde. Hier is de trekpleister. We hadden hier ook nog een keer de prijsmapper. Dacht ik, ja. Dat was ook wel leuk. Maar die is er nou niet meer. Op. Is hier ook nog in de buurt geweest. Is nou helaas ook allemaal niet meer. Wat is ook leuk. Essence Lipgloss. Kijk, is maar 1 euro. Kijk, dat vind ik leuke prijzen. Daar houd ik van. De lipgloss geeft volume en dat zonder de toevoeging van siliconen, microplastics, alcohol of olie. Oké, even kijken of ik nog aan het filmen ben. Ja, ik ben nog aan het filmen. Meeter verwijderaar. Ik dacht dat het zo'n thermometer was. Oké. Nog vitamintjes. Vind ik ook wel duur hoor, vitamines. Maar die heb je ook, ook bij Kruidvat. En bij de Action heb je trouwens ook nog dit soort dingetjes. Nou, speelgoed. Leuke klussen aap. 7,99. Schilderen op nummer. Heb je hier ook. Nou, Hema. Ga er wel een beetje snel doorheen. Want anders is het ook zo'n lange video. En misschien is dat ook helemaal dan niet zo leuk om te zien. Ik ga gewoon even kijken. Hotdog Kits. Oh, dat is leuk. Dan kun je een eigen hotdog maken. Meeneem flessen, bekers en boksen. Ook handig. Kun je lekkere dingetjes meenemen. Salades meenemen naar je werk bijvoorbeeld. Wonen en slapen. Die doet niets. Hubo. Ga groen. Kras je korting. Oké. Ik wil niks van plan. Dirk van den Broek. De winkel zonder helaas de zelfscan. Maar we gaan er toch wel eens heen voor boter en zo. Oké. Nou, eten is bijna klaar. Eten is klaar. Gember shot. 99 cent. Ik heb ook wel trek. Wat is dit? Wokgarnalen. Oh, als je altijd eten dan ziet, krijg je echt trek van. Dit hebben wij altijd, zo'n pot hebben we altijd van Lidl. Oh, die had ik ook nog laten zien in de afgelopen vlog van woensdag. Hier leuke schoenen. Dat is leuk met dat printje. Dat vind ik mooi. En die zwart is ook mooi. Dat glimmende hou ik niet zo heel erg van. Er komt soms ook zo'n kras op. En dus zo'n eeuwige kras die je er nooit meer af krijgt. Even kijken hoor. Je bent nog wat verkeerd om. Van deze. Dit. Hier heb je nog wat kortingen bij Verhagen. Welkoop. De Nettorama heb ik hier nog. Stressless, bedden, de Lidl en Aldi. Even kijken of er nog wat leuke dingetjes zijn bij de Lidl. Oh, dit is altijd lekker. Van die grote flessen met van dat douchegel. Douchegel. Dat gebruiken wij ook voor de handzeep. In zo'n handzeepdingetje waar dan schuim uitkomt. Dat is ook heel lekker. Roggebrood. Hier ook. Stroopwafels. En goedkopere brood.
je nog sportkleding. Dus er komt weer van alles. Dan nog heel even kijken. Ja, meestal heeft Aldi of Lidl, dat volgt elkaar een beetje op. Hier heb je ook sportdingetjes. Wat huis, bed. Zo. En dan deze nog. Kijk ik even hier bij de... Kijk hoor. Groot blad altijd. Dan heb ik denk ik volgende week voor jullie een hele leuke video. Maar ik probeer elke video leuk te maken. Dus ja, heb je nog een vliesdeken. En ja, dit waren eigenlijk de folders. Ik kan ze wat uitgebreider bij langs gaan. Als jullie het leuk vinden, laat dat dan maar achter in de reacties. Leuk dat je keek naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!